Als je goed kijkt naar die stenen, de molenstenen, dan zie je dat er één stil ligt en één beweegt. Kijk maar. Ja, er zit een gaatje in het midden. En dit is heel belangrijk voor de molenaar. De toevoer van het graan. De afstand van de molenstenen ten opzichte van elkaar. Het ene graan is dikker en dan moet die afstand wat vergroot worden. De andere graan moet fijner worden. Dat bepaalt dus ook hoe je meel gaat worden. So, deze stenen kan de molenaar bewegen. Ja, optillen. Okay. Dus dat ga ik jullie zo laten doen. Ik kan een fijn dubbel nul hebben voor pasta of zo. En de coarser, wat is coarser? Groffere. Groffere voor... Ja, de steen. Naar boven. Mm-hmm. Ja. En terug naar beneden. Ja. Dat is heel zwaar. Ja. 1700 oor. Yay. 1700 kilo. Yay. Maar ook de ellebogen. Die moeten... Oh nee, je niet overstrijken. Ja, een beetje zacht. Ja, dus alles gebogen, maar ook naar je toe. Ja. In plaats van als een motorrijder gas willen geven, want dan ga je heel erg spannen. Dan krijg je spanning helemaal hierdoor. Ja. Dus die ellebogen, als die naar je toe gaan, dan sta je dus heel veel rechtop. Ik werk maar 4 uur per dag. Heel goed. Dan mag je jouw naam erbij zetten met de stift. Oké. Werken, gewerkt. Springen, sprongen. Vallen, viel gevallen. Rennen, rende, gerend. Ze kijkt naar de vogel. Ze keek naar de vogel. En ze heeft naar de vogel gekeken. Heel goed. Slaap je lekker, sliep je lekker en heb je lekker geslapen. Heel goed. Eén keer bruin en één glutenvrij broodje erbij doen. Ja, ik denk wel. Oh, allebei glutenvrij. Eén keer bruin. Nodig, ja. Dat wou je wou dat hebben, hè? Dat had je nodig. Ja. Het woord nodig wilde je weten. Nou, hier staat nodig kan betekenen badly or urgently. Oh, oké. Okay. Ja. En hier is een voorbeeld. Het wegdek hier moet nodig vernieuwd worden. Dat waar ik met de elliptico viel bijna. Dat moet nodig vernieuwd worden. Ja. Ja? Ja. Die zin die leer je. Elke keer als die op 4 valt, dan kijk je naar deze zin. Het wegdek hier moet nodig vernieuwd worden. Dus mijn voeten worden. Staan die kant op. Mijn arm wijst naar de bal. En de schietbeweging is dat je hier de pees pakt. Je haalt je
je hand tot je mondhoek en laat hem los. Dus ik ga eerst even kijken naar de basishouding. Dus dwars op de schietrichting. Dat is goed. Eén arm daar. Ja. Ja. En dan, ja. En dan is het schieten. Ja. Zo. Met dit is één horizontale zo, lijn. Eerst je moet je voet. Je eerste voet zo. Mm-hmm. En je tweede voet. Tussen de, met de pilon tussen je voeten. Mm-hmm. Je moet je lichaam dwars de dingen. En je moet deze dingen tussen de ringen. Mm-hmm. Oké. Okay. Je arm hier moet strak zijn, maar niet overstrak. Oké. Okay. Uh-huh. Drie top van je vingers. Ja. Zo, onder de ring. Ja. En je moet trekken. Tot waar, Liz? Tot naast je mond. Ja, ja. En los. Yay! Ze heeft de dobbelsteen geraakt. Wil jij de vraag maar? Jongens, hoe voelt dit? Makkelijk. Makkelijk? Ja. Heel goed. Ik voel het hier, zeker. Ja? Ja. Ja. Maar dat is goed. Ja. Ja. Niet eng om te vallen? Niet, je bent niet bang om te vallen of zo? Nee. Nee, gisteren in het begin. Ja? Een beetje, maar nu. Je kan het zo als een fiets. Mm-hmm. En gisteren denk ik: nee, ik moet hier staan. Ja, en je kan nou ook losser met je handen. Ja. Ik zie vandaag dat jij ook heel ontspannen op de fiets staat. Mooi rechtop. Ja. En ontspannen. Ja. Jij hebt het uit jezelf altijd je echt erop zet van, oh, dit is leuk. Dit kan ik al zien, kan ik nu al zien. Wat zeg je, Liz? Zo frustrerend. Frustrerend. Oh, yay! Yeah. Wat heb je gegooid, je zien? Nummer 4. Je hebt 4 gegooid. Oké. Okay. Dan mag je pionnetje 4 stappen verzetten. Maar ik kan zo wel kijken. Wij hebben vorig jaar behaald. En verhuizen is altijd met een richting. Je gaat altijd van het ene huis naar het andere. We hebben. Nee, dan is het niet hebben, maar. We zijn. Ja? Vorig jaar behaald. Heel goed. Ik heb het koud. Die is perfect. Je mag je naam erbij zetten. Elliptico was heel prima. En een heel lekker lunch. En we waren in 3 verschillende plekjes. Mm-hmm. En dat was heel leuk. Mm-hmm. Verschillende plaatsen om te zien en het weer was perfect. Ja. En heb je nog Nederlands geleerd ook ondertussen? Ik heb heel veel Nederlands geleerd. Comfortabel, je hebt meer zelfvertrouwen. Meer comfortabel met Nederlands. Heel goed. En het sporten vond je leuk? Ja, wat vond je de leukste sport uiteindelijk?
De elliptico, de kangaroo boots, het boogschieten of de shape. De elliptico. Ja, ja, ik vond de kangaroo schoenen ook leuk. Maar de elliptico, je voelt vrij. Mm-hmm. Ja. Heel goed. Ja. Dankjewel. Je welkom. Alsjeblieft. Graag gedaan.